Op de satellietfoto zien we veel bewolking boven de Noordzee. De zon komt er goed doorheen, want het zijn alleen maar sluierwolken. En omdat ze boven de Noordzee liggen en amper boven de zuidelijke Noordzee, betekent dat vooral de noordelijke helft van het land met die sluierwolken te maken krijgt. Vanochtend dus vooral sluierwolken in het noorden van het land. In het zuiden schijnt de zon volop. Temperaturen dan al aan de hoge kant met een graad of 12. En vanmiddag wordt het in vooral de zuidelijke helft opnieuw warme temperaturen van 20 tot lokaal 22 graden. In het noorden en op de wadden is het beduidend kouder met daar temperaturen van 13 tot 15 graden. Vanavond is het vrij rustig. Dan hebben we brede opklaringen maar toch ook wat wolkensluiers. De temperatuur ligt dan rond de graad of 15 en dat vannacht uiteindelijk naar 3 tot 8 graden. Morgen dan draait de wind wat meer naar het oosten tot zuidoosten. En dan wordt het op de meeste plaatsen warm, met 19 tot 23 graden. Ook dan hebben we met sluierwolken te maken. Op de warmste plaatsen ontstaan mogelijk ook wat stapelwolkjes. Zondag is voorlopig de laatste warme dag, met dan temperaturen van maximaal 23 graden. In de namiddag kan landinwaarts een pittige regen of onweersbui vallen. Na het weekend waait er een stevige noordenwind en is het gevoelig kouder, met maximaal van een graad of 10. Mijn naam is Wilfried Jansen en ik wens u nog een fijne vrijdag.